Zo, vandaag begonnen aan een eerste probleemanalyse slash probleemstelling ten opzichte van het onderzoek dat ik ga uitvoeren. Ik heb besloten om niet tegelijk te gaan schrijven, want dat blokkeert en dat is ook zonde van de tijd. Ik heb een aantal dingen doorgenomen, die wil ik met jullie delen. Vooral om ook terug te horen wat jullie daarvan vinden en om scherp te krijgen ja, of ik op het juiste pad zit. De aanleiding is eigenlijk dat wij met VET zijn gaan werken, fondsbreed op het gebied van onderwijsvernieuwing. En dat wij daarbij steeds nieuwe methodes eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. Dat zijn eigenlijk co-creaties van verschillende methoden. En mijn visiestuk, eigenlijk een stuk geschreven over hoe leernetwerken, dus eigenlijk multidisciplinair ontwikkelen, leidt tot een growth mindset. En in de tussentijd zijn wij best veel gewerkt met talentontwikkeling, talentontwikkelend onderwijs. En die growth mindset speelt nog steeds een rol in mijn gedachten. Maar het probleem zit hier dat wij een jaar hebben gekregen vanuit het fondsenbestuur en vanuit de directeuren van onze instituten om te testen met onze aanpak, om samen met mensen onderwijs te ontwerpen. En een eerste doel van die samenwerking was eigenlijk, ja, jullie beginnen met z'n drieën. Als je het goed doet, dan ga je groeien. Nou, inmiddels zijn we binnen iets meer dan een half jaar gegroeid naar ongeveer 10 mededirecteuren die ook hebben ingezet in VET. Dus die groei is goed. Maar nu komt zowel van Nienke Meijer komt de vraag terug, goh, wat levert het nou echt op? En afgelopen maandag hadden wij ook een directeurengesprek. En daar komt ook de vraag terug, wat levert nu de VET-werkwijze op meer dan alleen maar onderwijsvernieuwende praktijken?